Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over synchroon en asynchroon onderwijs. Allereerst, wat is nu eigenlijk het verschil? Bij synchroon onderwijs hebben we het over onderwijs waarbij de student aan het leren is op het moment dat jij ook de uitleg geeft. Hierbij kan je natuurlijk denken aan de klassieke situatie waarbij je voor de klas staat, bij het bord iets uitlegt en de student ondertussen meeschrijft of vragen formuleert over het onderwerp. Dit kan natuurlijk ook een online les zijn waarbij je een hoorcollege hebt opgenomen of dat je een live event host via bijvoorbeeld Microsoft Stream. Bij asynchroon onderwijs hebben we het over onderwijs waarbij de student zelf bepaalt wanneer dat hij leert en daarmee ook zijn eigen tempo kan bepalen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de uitwerking van een opdracht, dus dat een kennisblok klassikaal is onderwezen en dat de student vervolgens zelfstandig aan de slag gaat en informatie gaat opzoeken over het onderwerp. In deze video ga ik je verschillende werkvormen laten zien die gekoppeld zijn aan of synchroon of asynchroon onderwijs. Allereerst asynchrone werkvormen. Je zou voorafgaand aan de les een video kunnen rondsturen waarin meer uitleg wordt gegeven over het onderwerp dat wordt behandeld. Dan kunnen de studenten die video alvast bekijken en op die manier weet je zeker wat het startniveau is van de studenten voordat ze de les beginnen. Je kan het ook omdraaien en de studenten een video laten maken waarbij zij zelf al laten weten wat ze verwachten van de les of dat ze al iets hebben opgezocht over het onderwerp dat je wil behandelen en op die manier alvast een stukje kennis delen. Ook wel Flipping the Classroom. Wil je meer weten over Flipping the Classroom? Bekijk dan de video die ik daarover heb gemaakt. Een andere werkvorm is dat je de studenten een blog kan laten schrijven. Zeker wanneer er sprake is van veel online onderwijs is het prettig om wel grip te houden op de begeleiding van de studenten en ook te weten hoe dat het met ze gaat. Wanneer je van week tot week van ze vraagt om een blog bij te houden en daarin te notuleren wat ze precies hebben gedaan, hoe ze daarop terugkijken en hoe ze zich daarbij voelen, kan je daar grip op houden. Je kan het ook koppelen aan een project en de studenten de opdracht geven om te laten weten via een blog welke taken er zijn verdeeld, hoe dat is gegaan, hoe dat de samenwerking gaat en dat ze hierop moeten terugblikken. Een andere manier kan zijn dat je bij synchroon onderwijs eerst uitleg hebt gegeven en dat de studenten vervolgens individueel aan een opdracht moeten werken. Om te zorgen voor een terugkoppeling kan je dan deze opdracht laten inleveren via een bord op Padlet en dat de studenten dan het werk van elkaar moeten lezen en daar feedback op moeten geven. Op die manier kunnen ze zelf bepalen wanneer ze dat doen, hoe lang ze erover doen om het te lezen en de feedback te formuleren, maar zijn ze dus wel wederom bezig met de verwerking van bepaalde kennis. Bij synchrone werkvormen gaat het om onderwijs dat plaatsvindt terwijl de student ook aan het leren is. Dus dat je instructie geeft en dat de student ernaar luistert of aantekeningen maakt. Dat lijkt misschien wat minder spannend, maar door educatieve tools toe te voegen en interactiviteit kan je de betrokkenheid zeker wel verhogen. Zo kan je bijvoorbeeld vragen stellen via een digitale tool zoals Mentimeter of daar een quiz in maken. Op die manier zorg je ervoor dat de studenten getrokken worden tot het bord, kennis moeten verwerken en antwoord geven. Dit doen ze klassikaal, ze zien ook de antwoorden van de andere studenten. Dit kan eventueel anoniem als je dat prefereert. Maar ze zijn in ieder geval wel actief bezig met de hele groep over een bepaald onderwerp. Het kan ook zijn dat je ze wil laten samenwerken. Verschillende programma's van bijvoorbeeld Microsoft Office bieden de mogelijkheid om studenten te laten samenwerken in één document. Zo kan je, wanneer een bestand is opgeslagen in een digitale omgeving zoals Microsoft Teams, een link delen met teamgenoten en ervoor zorgen dat jullie samen in één document werken. Op deze manier leren ze omgaan met het Microsoft Office pakket. Op deze manier kunnen ze ook leren hoe het is om online samen te werken. Het mooie is natuurlijk wanneer zowel synchroon als asynchroon onderwijs samenkomen en elkaar ondersteunen. En wanneer je de werkvormen met elkaar afwisselt. Ook daar wil ik graag een voorbeeld van geven. Wanneer je bijvoorbeeld een project wil starten in de klas en daar uitleg over wil geven, kan het fijn zijn om eerst inzicht te geven in de taken die dat met zich meebrengt. Je kan de studenten vragen om na de uitleg over het project verschillende werkprocessen op te schrijven. Welke taken zien zij in de uitleg die ze net hebben gehoord? Vervolgens kan je deze taken verwerken in een tool zoals Wheel Design. Het is letterlijk een rad waaraan je draait en dan ga je vervolgens per taak meer uitleg geven. Of, wanneer je wilt zorgen voor meer inzicht, vraag je de studenten hoe het proces eruit zou zien wanneer dat de taak zou zijn waarmee de studenten zouden moeten beginnen. Op deze manier krijgen ze meer inzicht op het proces als geheel en uit welke onderdelen het bestaat. Vervolgens kan je de studenten vragen om een planning te maken via bijvoorbeeld Microsoft Planner. Dit kan weer een samenwerkingsopdracht zijn en dat een ieder verantwoordelijk is voor een x aantal taken.
Op deze manier zijn ze zowel gezamenlijk als individueel bezig met het verwerken van bepaalde kennis en overzicht te krijgen van bepaalde werkprocessen. Ik heb in deze video heel wat verschillende tools benoemd. En deze tools worden verder uitgelegd op de website van mbomediawijs.nl. Bekijk dus onze tutorials. Die kan je ook vinden op ons YouTube-kanaal. En als je meer wil weten over wat wij doen als practoraat, of ons gewoon graag wil volgen, of materiaal wil uploaden naar ons, dan kan dat natuurlijk altijd. Bekijk onze website mbomediawijs.nl of volg ons op een van onze social media kanalen. Heel veel succes met het integreren van synchroon en asynchrone werkvormen.